Deze foto gaat dus over de FAM, de vuilafvoermaatschappij Drenthe. En dat is nu Atero. Daarvoor heeft het nog eens in het milieu geweest. Allemaal andere namen. Het mooie van deze is dat ik het een historisch beeld vind. Dat is 30 jaar geleden. Dat de vuilnis die werd er nog met treinen gebracht. Werd gestort, allemaal open. Je kon er gewoon overheen lopen. Gewoon echt een grote vuilnisbelt. Zoals je af en toe nog wel eens ziet in derde wereldlanden. En dus dat vind ik heel bijzonder dat... Dat nu pas bijzonder is. Toen was het gewoon. En nu is het allemaal gesloten. Nu heb je echt één gesloten constructie waar het in komt, automatisch gesorteerd wordt. En toen kon je het echt. Nu kun je het ook nog ruiken, maar toen kon je echt over de vuilnis heen lopen. En dan kon je echt alles is open. Als een boer op het land bezig is, zie je al die meeuwen. Nou, hier ook, hier zaten zoveel meeuwen. En het was natuurlijk, ik mocht er dan even zijn, maar het was natuurlijk best wel heel gevaarlijk. Want die trein en die grote tractoren en die grijpers die daar zitten. Maar ik ben blij dat ik het allemaal meegemaakt heb. Ik heb ook gezien hoe die van berg zo langzamerhand, echt langzamerhand gestapeld werd tot de mooie hoge berg van Drenthe.